J44, goede uitslag. Ja. Dat is natuurlijk een reden waarom we zijn gaan padellen. Hè? Want jij vertelde me vorige keer op die boot, dat we het interview hebben, dat jij gewoon een tennisachtergrond hebt. Oh ja, dat is ook natuurlijk weer een tijdje geleden. In het mooie Amsterdam was het toen. We zijn nu trouwens ook in Amsterdam. Maar ja, ik heb heel lang getennist en nu zijn we vandaag gaan padellen. En dat ging toch wel goed vandaag. Ja, beviel ik je. Het beviel wel. Dat is wel anders dan tennis. Vooral met de smashes en andere dingen, maar het ging wel goed. Ja, wat vond je van Mel? Mel was goed. Mel was goed. Kijk, hey. Mel was echt goed. Ja, echt heel goed. Ik weet toch wel, maar het helemaal niet. Het is natuurlijk niet voor niks dat we hier ook met Melvin zitten. Want hij, ja, Melvin, jij bent eigenlijk misschien wel een beetje de ontdekker van Jay. Huh? Ja, een klein beetje wel, denk ik. Ik denk dat hij zichzelf natuurlijk zo heeft ontwikkeld. Samen met zijn trainer Ricardo. Maar Jay is ooit begonnen bij mij natuurlijk bij WFL. World Fighting League, dat is de organisatie, organisatie wat ik heb. En daar begon Jay. En toen ik hem de eerste keer daar zag vechten, dacht ik, jezus, wat is dat voor staal? Heel mooi, heel, alles tegelijk, stoot, knie. En toen dacht ik van, nou, dit is niet normaal. En zodoende bleef ik hem dus boeken. En zo is eigenlijk de band ontstaan tussen mij en Jay. En is hij tweevoudig kampioen in mijn organisatie geweest. En ja, we zijn heel tevreden en we waren heel trots dat onze kampioen dus naar Glory ging. Omschrijf die band dus tussen jullie twee. Ja, die is natuurlijk heel goed. Mel heeft me altijd gewoon geholpen, zeker met WFL. Hij stond er altijd klaar. Hij is natuurlijk ook een hele goede promotor daarvoor. En hij kan altijd bij die man terecht. Ook voor andere dingen, niet alleen met het vechten. Dus ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ja, je hebt toen volgens mij bij WFL ook de Chico gevocht tegen jouw tegenstander. Ja, straks. Klopt. Zeker. Chico heeft ook een grote sprong gemaakt. Die is ook naar Glory gegaan. En ik ben blij dat de 77 kilo nu zo gevuld is. Dan kan ik alleen maar meer vechten en meer laten zien wat ik in huis heb. En ja, het is natuurlijk een rematch. Het was een taaie partij. Ik had toen denk ik anderhalf jaar niet gevochten. En het was een beetje inkomen in het begin, maar daarna ging het gewoon super goed. En in de derde ronde kreeg hij een harde, hoge trap. En toen stond hij op. Ging het nog 10 seconden door en toen uiteindelijk heb ik gewoon gewonnen. Melvin, wat kan jij nog herinneren van die partij Chico tegen Jay? Ja, het was toen in de coronatijd, dat kan ik me nog herinneren. En volgens mij, durf ik niet te zeggen, stond die eerste ronde was volgens mij gelijk op. Tweede ronde was voor Chico. En toen in de derde ronde kreeg hij een hoge trap. Het was een hele spannende partij. En ja, ik weet niet hoe de jury had gedaan, maar die hoge trap heeft natuurlijk zijn werk gedaan. Net wat je altijd zegt. Je kan wel misschien twee ronden voorstaan, maar als je de hoge trap dus krijgt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. Dus, ja, dus zo was de wedstrijd gegaan. Het was een hele dikke, dikke wedstrijd. Het was echt heel mooi. En Chico die kwam ook om te beuken. Hè? Dus het was niet dat het een walk in the park voor hem was. Hij moest gewoon werken. Hij moest echt werken. Hij moest echt een partij dat ik ook heb gezien. Dat Jay ook echt heel veel karakter heeft getoond. Snap je? Bleef erin geloven. Ja. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus deze partij 4 november is echt eentje dat ik zeg van nou, dan ga je echt op het puntje van je stoel zitten, denk ik. Here's Chico! Hoe heb jij naar die partij van Chico gekeken? Want die maakte natuurlijk wel indruk in de wedstrijden die hij nu bij Glory gevochten heeft. Ja, dat was een goede pot. Dat was inderdaad een leuke pot. Hij zette heel veel druk tegen Sirić. Sirić deed nog wel goed de eerste ronde. Maar daarna zwakte hij een beetje af, vond ik. Dus ja, dat was een goede pot. Het is wat ik vorige keer ook al zei in het interview. Chico's stijl is niet de stijl waar ik graag naar kijk. Hij is een hele goede vechter, maar ik hou niet per se van zijn stijl. Ik heb heel veel andere. Omdat ik het soms nog slordig vind. En ik ben ook niet perfect, hè? Begrijp me helemaal niet verkeerd. Maar sommige dingen
ja, vind ik slordig. En als je dan kijk, stel je voor, ik zou het vergelijken met een Donovan Wissers, ook een hele goede kampioen. Echt heel mooi, heel technisch. En naar dat soort jongens wil ik gewoon graag kijken. Tijani bijvoorbeeld, bestaat hij ook een super mooie vechter. Heel technisch, goed bekeken, alles strak. En ja. Ja. Die welterweight divisie is een divisie waar heel veel talent in zit. Veel vechters zitten. We hebben net House of Glory gehad. Ja. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Want dat was natuurlijk jouw divisie. Ja, ik vond het. Ik vind het natuurlijk sowieso heel goed dat ze veel meer, hoe zeg je dat? Reclame maken voor de 77 kilo. Daar was ik heel blij mee. Ik vond het een leuk programma om zelf te zien. Ik heb het thuis gekeken. Er waren af en toe wel wat vage dingetjes met de jury, vond ik. Badr en Rico hadden ook hun oneindigheden met de jury. Dat vond ik een beetje vaag af en toe. Maar voor de rest vond ik het gewoon super leuk. En nu, als het goed is, mag de kampioen vecht tegen, of de jongen die het House of Glory heeft gewonnen, vecht tegen Semmelier, als het goed is. Ja, dat is toch vet voor zo'n jongen, dat hij meteen op zo'n groot podium kan vechten. En er zitten veel meer jongens in de 77 kilo bij. Ja. Dus ik kan nog heel lang blijven vechten. Nou, dat is top. In dat opzicht, we hebben natuurlijk aan het eind van het jaar de Grand Prix. Eigenlijk ja, voor de eerste keer weer sinds tijden dat we nou ja, 8 vechters op één avond tegen elkaar zien vechten, waarbij er 1 winnaar is. Dit keer in het zwaargewicht. Is dat iets wat voor jou misschien wel iets is wat ze ook in die welterweightklasse moeten doen? Zeker nu er zoveel vechters bij zijn gekomen. Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik heb vroeger gekeken naar de K1. En ik vind nu dat sommige jongens te snel de kans krijgen om meteen voor een titel te mogen vechten. Ik vind dat als je dus gewoon een 8-man-toernooi vecht en je knokt 3 keer op een avond en je wint, wat gaat iemand dan zeggen? Dan heb je het echt verdiend. Dan heb je gewoon echt laten zien van ik ben de beste uit al die 8 vechters. Dat is het allermooiste. En als er dan nog een mooie bonus bij zit, dat is helemaal mooi, toch? Ja. Is het ook wat jij vindt, Melvin, hè? Bijvoorbeeld in die welterweight divisie? Moeten ze daar ook gewoon een Grand Prix van maken? Ja, ik vind dat ze dat wel bij elke divisie gewoon moeten doen. Omdat je dan, net wat Jay zegt, je speelt jezelf naar een van de bovenste 8. Posities. En dan zou ik ze eigenlijk het nog wel de Final 8 noemen, maar ook daarvoor zou ik bijvoorbeeld, net als in House of Glory, de Final 16 doen. Waardoor je dus 8 gerenommeerde goede namen hebt en 8 jongens die zeg maar opkoming zijn. En van die hou je de Final 8 over en dan doe je zeg maar op het eind van het jaar zo'n evenement. Ja, dat is gewoon gruwelijk. Ik denk dat dat wel terug moet komen alles. Ik denk dan ga je echt weer naar de oude tijd terug, wat iedereen heel vet vond, weet je wel. Maar ja, wie weet komt dat. Ze zijn ermee bezig met de Final 8. Dus ik hoop dat ze ook nog eens een keer de Final 16 doen. Ja, dan loopt dat zo door. Het is voor jou natuurlijk niet de eerste keer dat je op een collision toernooi vecht. Je vorige was een titelpartij. Dat is een hele close wedstrijd. Hoe heb je dat verwerkt? We hebben natuurlijk niet de titel meegenomen, maar de hoek was trots op me. Ik heb zelf goed gevochten. Ik heb al een keer tegen Semmelier gevochten. Dat ging wat minder goed. Ik had toen veel schade. Nu ging het eigenlijk gewoon echt wel lekker. Ja, de jury was het er niet helemaal mee eens. Nou ja, dat kan. Het was close. Van een kampioen moet je heel overtuigend winnen. Oké, nou, dan hebben we weer iets om aan te werken. En ik heb soms wel eens winstpartijen gehad dat ik dacht van, kom beter. En nu had ik een verliespartij en nu dacht ik eigenlijk van, goed zo, lekker gevochten jongen. En ja, dan ben ik toch heel trots op mezelf. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat de mensen om me heen trots op me zijn. Dat ik trots op mezelf ben. En dat ik gewoon weet van, je bent improved, je bent beter geworden. En dat is natuurlijk het belangrijkste van de sport. Je moet steeds, daarom vind ik het ook leuk, je moet steeds beter worden. Op zo'n hoog niveau draait het natuurlijk ook om winnen of verliezen. Maar het draait vooral om gewoon jezelf verbeteren en hele dikke partijen neerzetten. En dat wil ik ook gewoon laten zien met mijn stijl. En welke punten heb je dan aan moeten pakken na die partij? Of waar, want je zegt, eigenlijk was het een hele goede pot. Zeker. Ja, wat moet je dan nog aanpassen? Daar kan ik niet te veel nu over zeggen. We zijn natuurlijk in de gameplan nu bezig voor Chico. Maar wat ik vorige keer ook op de persconferentie zei, jullie gaan wel echt een verbeterde Jay zien, een improved Jay 2.0. En dat hoop ik gewoon weer te laten zien en dat gaat er zeker uitkomen.